De komende jaren worden cruciaal voor de toekomst van Voorschoten. Inwoners, ondernemers en gemeentebestuur van ons fantastische dorp zullen fundamentele keuzes moeten maken. Keuzes over hoe we de financiële chaos gaan oplossen die de afgelopen jaren is ontstaan. Maar ook keuzes over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. Als zelfstandig dorp, in samenwerking met Wassenaar, als speler in de Leidse regio of wellicht als onderdeel van een grotere gemeente. Duurzaamheid en democratie moeten bij die keuzes voorop staan. Duurzaamheid als het gaat om ons groene buitengebied dat niet volgebouwd moet worden. Maar ook duurzaamheid in de financiële keuzes die we maken. Met voldoende ruimte voor het bruisende verenigingsleven, het gezellige centrum en goede voorzieningen. Financiële keuzes dus die toekomstbestendig zijn en waarvoor ook voldoende democratisch draagvlak is. De ingrijpende besluiten over het herstelplan en de bestuurlijke toekomst van Voorschoten kunnen en mogen niet genomen worden zonder dat de inwoners en ondernemers van Voorschoten daar echt bij betrokken zijn. Daarom heb ik besloten me kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66. In het dagelijks leven werk ik als politiek adviseur in Den Haag. Ik heb veel ervaring met het voeren van campagnes en het winnen van verkiezingen, maar ook met het formeren en functioneren van een gemeentebestuur. Bovendien ben ik niet bezwaard door het politieke verleden waarin die keuzes gemaakt zijn die hebben geleid tot de huidige situatie in Voorschoten. Ik ben ervan overtuigd dat ik D66 naar een verkiezingsoverwinning kan leiden en naar deelname aan het college van BMW in Voorschoten. Ik hoop dat ik daarbij op uw steun mag rekenen.